Dag allemaal, dit is het derde filmpje over het VWO 2015 Pilot Herexamen. De opgave over waterstof. Redelijk standaard opgave, veel dingen die ik vaak geoefend heb. Nou, het gaat over een brandstofcel waarin waterstof gebruikt wordt en eigenlijk dus verbrand wordt tot water. Twee vragen 11 en 12 zonder witregel ertussen. Die zijn dus gekoppeld en horen bij elkaar. Nou, het plaatje hier, daar staat een informatieboekje erbij. En dan moet je zeggen, wat zijn de stoffen bij 1, 2 en 3? Nou, je moet even weten dat in die brandstofcel, dus waterstof, aan de ene kant reageert, dat is de reductor, en zuurstof aan de andere kant. En dat netto waterstof verbrand wordt, dus dat er water ontstaat. Nou, kijk even naar de twee halfreacties. Zijn te vinden in binnenstabel 48, waterstof als reductor. Via deze halfreactie en zuurstof reageert op deze manier als oxidator. Die H-plus ionen die zitten erbij, hè, omdat er staat in de vraag dat er een zure elektrolyse aanwezig is. En dan reageert zuurstof op deze manier als oxidator. Nou, gaan we kijken wat dan 1, 2 en 3 moeten zijn. Bedenk even dat de brandstofcel een elektrochemische cel is. Dus de oxidator reageert aan de positieve elektroden en de reductor aan de negatieve. Betekent dus dat bij de negatieve elektrode waterstof reageert de reductor, bij de positieve zuurstof en het water ontstaat ook bij de positieve elektrode. Je kunt ook zeggen dat er lucht nodig is in plaats van zuurstof. Dat zal in de praktijk meer gebeuren. En wat er dan ontstaat is water en lucht zonder zuurstof. Dat bestaat voornamelijk uit stikstof. Volgende vraag, die erbij houdt 12. Welke kant gaan de H-plus ionen op? Van A naar B of andersom? Nou, ik heb de halfreactie nog even bijgezet en dan zie je dat aan de ene kant, waar waterstof reageert, de negatieve elektrode H-plusjes ontstaan, staan rechts van de pijl. Aan de andere kant zijn ze nodig, staan ze links van de pijl. Dus de elektronen gaan van A, waarbij die reductiehalfreactie plaatsvindt, naar B. Hier staat het antwoord nog eventjes. Let op hè, dat je het even beredeneert en een uitlegvraag eindigt met een zinnetje met het woordje dus erin. Nou, dan een heel andere vraag. Er staat een stukje tekst tussen, maar het gaat even over twee reacties die hier omschreven staan, reactie 1 en 2. En dan moet je gaan afleiden. Afleiden betekent wel dat je laat zien hoe jij je antwoord komt en welke molverhouding twee stoffen ontstaan. En dan gaan ze ervan uit dat de reacties allebei volledig verlopen. Nou, de manier om dit aan te pakken is om de reactievergelijking van beide reacties op te schrijven. Propaan en water wordt koolstofmonoxide en waterstof. Die staat hier, kloppend gemaakt. Tweede reactie reageert het koolstofmonoxide met water door tot koolstofdioxide en waterstof. Nou, dan moeten we hier naar de molverhouding tussen die CO2 en waterstof gaan kijken. Dan moet je natuurlijk wel bedenken dat beide reacties plaatsvinden. Dus niet gewoon zeggen 1 op 1 en alleen naar reactie 2 kijken. Nou, bij de eerste reactie ontstaan CO en H2 in een molverhouding van 7 waterstof op 3 CO, koolstofmonoxide. Dat betekent als reactie 2 plaatsvindt, dat er dan weer 3 CO's reageren met 3 watermoleculen, waarbij 3 keer CO2 en 3 keer H2 ontstaat. In totaal ontstaat er dan dus 3 mol CO2 en 10 mol waterstof. 7 komt uit de eerste reactie en 3 uit die tweede reactie, die dus 3 keer plaatsvindt. Antwoord is dus 3 mol koolstofdioxide op 10 mol waterstof. 14e vraag, nou, dit is echt een ontzettende standaardvraag, komt heel vaak terug. Bruegels effect, CO2 uitstoot en dan iets met fotosynthese. Nou, hierover staat in de vraag al dat propaan uit aardolie afkomstig is, een fossiele brandstof. Glucose is iets wat ontstaat bij fotosynthese, wat in planten plaatsvindt. Nou, dan moet je dus zeggen dat die CO2... bij de fotosynthese is vastgelegd, die koolstofatomen komen allemaal in glucose. En als je dat glucose weer gebruikt, ontstaat er net zoveel CO2 als dat er bij de fotosynthese is opgenomen. Dus netto, als alles perfect zou verlopen, geen CO2 uitstoot. Nou, bij propaan natuurlijk wel. Dat is heel lang geleden gevormd, fossiele brandstof. Betekent dat er bij propaan netto meer CO2 ontstaat. En dat betekent dat er bij gebruik van glucose netto minder CO2 ontstaat. En dat het Bruegels effect minder wordt versterkt.
Volgende vraag, daar staat een hele hoop tekst en tabelletjes bij. Vraag 15 gaat over de werking van twee verschillende katalysatoren, palladium en ruthenium. Die worden hier getest met dezelfde temperatuur. Je moet de omstandigheden natuurlijk gelijk houden. En dan moeten die twee met elkaar vergeleken worden voor reactie 3. Dan moet je even opletten, hè. Reactie 3 en 4 worden hier beide genoemd. Reactie 3 staat wat eerder in de tekst, dat is glucose of glycol wordt koolstofmonoxide en waterstof. En koolstofmonoxide gaat dan in reactie 4 weer door naar koolstofdioxide. Nou, moeten we argumenten gaan verzinnen waarom het wel of niet even goed is. En dan het bedoelt die twee katalysatoren. Nou, het eerste verhaal is dat in beide gevallen, beide palladium en ruthenium, 100% van het glycol wordt omgezet. Dus dat zou een argument voor Simone kunnen zijn. Beide katalysatoren werken even goed. Nou, bij Gerard moet je goed opletten dat die CO en CO2 omzetting, die wel verschil maakt tussen die twee, dat dat over reactie 4 gaat. Dus daar hoef je niet naar te kijken. Wat je wel zou kunnen zeggen is, er staat hier niet bij hoe lang de reactie heeft geduurd. Stel dat het palladium bijvoorbeeld na 2 minuten al klaar was en ruthenium pas na een half uur. En je meet na een half uur, dan lijkt ze misschien even goed. Maar goed, die na 2 minuten klaar is natuurlijk wel beter. Dus het argument voor Gerard is dan, je weet niet hoe lang het heeft geduurd. Dus het kan zijn, kun je niet uit deze gegevens afleiden, dat de ene toch sneller gaat dan de ander. Gaan we naar vraag 16. Het gaat over energiediagrammen. Dat gaat dan weer over die reactie 4. En dan moet je even kijken, dit lege schemaatje, dat stond dan in de uitwerkbijlage. Een beetje lastig examen, je had een infoboekje, een opgaveblad en een uitwerkbijlage. Maar met je eigen plaatje wordt er een hoop papier in de gymzaal. Gegevens die je nodig hebt, zijn dat tabelletje die net ook al stond. En even de vergelijking van reactie 4. Nou, daar zie je dat CO en CO2 wordt omgezet. Nou, er is gegeven dat reactie exotherm is, dus daar moet je wat mee doen. En je kunt hier zien dat die omzetting tot CO2 bij ruthenium, die gaat hier 100%, bij palladium eigenlijk voor 0%, dus alles is nog CO, dus ruthenium de reactie 4 meer versnelt. Nou, kun je op deze manier in een energiediagram zetten. Let op dat het energieniveau van de reactieproducten, koolstofdioxide en waterstof, onder dat van de beginstof ligt. Want er is gegeven dat de reactie exotherm is. Nou, welke katalysator je gebruikt maakt niet uit voor het energieniveau van een beginstof of het reactieproduct. Wel voor de overgangstoestand of geactiveerde toestand. We hadden net gezien, bij ruthenium gaat de reactie sneller. 100% wordt omgezet naar CO2 staat hier. Dat betekent dat die overgangstoestand lager ligt. Vergeleken met palladium. De activeringsenergie, dat is dit pijltje hier, is dus kleiner bij ruthenium en die zorgt voor een grotere reactiesnelheid. Zijn we toe aan de laatste vraag, een rekenvraag, eigenlijk een heel ander type vraag van de rest van de opgave. Nou, gaat redelijk recht toe recht aan als je hier de gegevens leest. Nou, hoe pakken we dit aan? Je weet een hoeveelheid waterstof in kubieke meter en je moet iets uitrekenen over een aantal liter glucoseoplossing. Nou, gaan we de mol van de waterstof uitrekenen. Molverhouding van 1 op 12 is gegeven, kun je het aantal mol glucose berekenen. Nou, dan weet je ook het aantal gram, kun je met de molaire massa vermenigvuldigen. En als laatste moeten we naar het aantal liter glucose oplossen. Nou, stapjes even 1 voor 1 uitwerken. Kubieke meter is 1000 kubieke decimeter. Molair volume bij de omstandigheden 298 Kelvin en de standaarddruk is 24,5. En zo kom ik op 40,82 mol waterstofgas. Volgende stap is om daarmee het aantal mol glucose te berekenen. Gebruik ik de molverhouding van 1 op 12 die in de opgave staat, betekent dat ik dat 40,82 aantal mol waterstof door 12 moet delen en kom op 3,40 mol glucose uit. Nou, dat moet naar gram. Molaire massa 180,16 gram per mol is gewoon in binans 98 te vinden. Kom ik uit op 612,8 gram glucose. Ik gebruik hier te veel significante cijfers, ik rond niet af. Dat doe ik op het eind pas. Nou, als laatste stapje is om het aantal liter glucose oplossing te gaan. Nou, dan moet je gebruiken dat er 3,0 massaprocent glucose is. Dus wat je hebt berekend, die 612,8, dat is die procent, 3%.
De vraag zal dus dan 100%. Nou, delen door 3 keer 100 kom je op dit aantal gram, 20.426 om precies te zijn, gram glucoseoplossing. Moet nog even naar het aantal liter. Nou, de dichtheid is gegeven, 1,0 × 10³ gram per liter. Nou, als ik van gram naar liter moet, moet ik delen door de dichtheid in gram per liter. En dan kom ik uit op 20 liter glucoseoplossing. Als je op de significantie kijkt, dan zie je hier 3,0 staan, 1,0, 1,12. Nou, in ieder geval, twee significante cijfers, dat lijkt verantwoord. En de eenheid is liter, die staat al in de vraag. Berekening hebben we laten zien, dus de vraag is klaar.